Welkom bij deze vlog van Schaakopening Essenties. We gaan naar een partij in het Italiaans kijken. Een van onze eerdere openingen die we ooit behandeld hebben. En later ook een update over hebben gemaakt. Niet geheel onlogisch, want het Italiaans kent een zeer brede populariteit. Onder zowel topschakers als clubschakers. En we gaan naar een partij kijken tussen twee GM's uit Duitsland. Donchenko en Frederik Swane. En niet zozeer de opening sprak me aan, het Italiaans sprak me sowieso wel aan, maar ik had niet het idee dat daar hele heftige dingen gebeurden. Maar ik vond het middenspel van Donchenko buitengewoon interessant, hoe hij een bekend pionblokje uiteindelijk wist te ontzenuwen. Iets wat heel vaak voorkomt, een bepaalde pionstructuur, dat deed hij fantastisch. We gaan kijken. Oké, nou laten we eerst maar eens even de Italiaans opzetten. Loop C4. Die een klein beetje, vooral in het clubschaak, de grote zetloper B5 heeft verdrongen. En dat is ook buitengewoon logisch. En waarom? Nou ja, dan loper B5, dan heb je het irritante paard F6, dat Belijns. Geen clubschaker heeft daar een antwoord op. Laat staan de, ik kan het beter andersom zeggen. 2700 spelers hebben daar geen antwoord op. Die gaan gewoon schaken en dan maar zien. En clubschakers hebben daar natuurlijk ook geen idee over hoe dat te bestrijden. En Spaans is veel meer leren. Dit is behapbaarder, hoewel de theorie op dit moment wel hard gaat over deze opening. Het zijn allemaal kleine nuances. Oké, let's go on. Paard F6, een subtiliteit om een bepaalde variant met D4 en C3 te verhinderen, staat wit hier paard G5 toe. Maar goed, daar moet je dan wel toe bereid zijn als witspeler. En wit zegt, daar heb ik allemaal geen zin in. Ik speelde slow Italian. Goed, lopen ze 5. Kort, C3. D6 en toren E1. Wow. Nou, dat is helemaal niet zo logisch, toren E1. Want er zijn hier veel zetten. Je kunt hier A4 doen, je kunt hier paard BD2 doen, je kunt hier H3. En dat is voor de clubschaker heel erg lastig. Hoe zit dat met al die verschillende zetten? Ja, dat is een van de dingen waar we heel veel tijd aan hebben besteed om dat uit te leggen, hoe dat zit. Wat we kunnen opmerken is dat wit moet heel rustig proberen tot D3, D4 te komen. En een cruciaal moment is of hij wel of niet A4 wil spelen. Wij hebben variant gekozen om het zonder A4 op te bouwen. Dat is een keuze. Dat is niet een objectief betere beslissing, maar het is een keuze. Goed. Donchenko speelt hier toren E1, staat paard G4 toe. Waar daarna die toren E2 speelt. Maar dat lijkt allemaal mee te vallen. En daar heeft Swane helemaal geen interesse in. Die speelt A5. Goeie zet. Ook een compromitterende zet. Omdat het veld B5 weggeeft. Zwart had om dezelfde reden ook A6 kunnen doen. Zodat ze loper naar A7 kan. Als ooit een D4 komt. Maar de zet A5 heeft natuurlijk nog een functie. En die functie is gewoon B2, B4 tegen te houden. H3 haalt nu alles met paard G4 en loper G4 eruit. Je ziet, het is echt rustig spelen. H6, hetzelfde idee. Loper G5 eruit halen. Paard BD2. En zwart heeft hier meerdere zetten dan loper B6. Loper B6 is een beetje een vreemde zet, vind ik zelf. Dit is een optie. Dan is dit de meest gespeelde zet. Waarna paard E7 weer gespeeld kan worden. Een andere zet is hier A4. Om ruimte te pakken. En na loper B5 kan zwart hier gewoon loper D7 doen. Want loper A4 moet je nog maar niet willen spelen. Met alle grappen met die loper op D7 en de toren op A8. Dus. Speelt zwart hier loper B6. Beetje vreemde set, omdat meestal gaat die loper naar A7. En staat in sommige gevallen paard C4 met tempo winsten. Maar goed, hij zal er een reden voor hebben. Lopen naar B3. Brengt paard C4 in de stand. Kan je vertellen dat dit ook wel gespeeld is. Meteen paard F1. Loper E6. Dan lopen naar B5. Paard naar E7. Wit heeft eindelijk zijn doel bereikt. Maar dit is wat het feestje van wit verstoort. Hier is zwart oké.
Niet meer dan dat, maar wel oké. Okay. Dit is een van de bestrijdingswijzen om dat Italiaanse goed tegen te gaan. We hebben iets dergelijks voor de zwartspeler. De openspeler voor de zwartspeler, zo'n type repertoire opgebouwd, ook gebaseerd op A5. Oké, okay, loper B3. Het idee is onder omstandigheden naar C2 te kunnen, hoewel Donchenko in deze partij daar geen gebruik van maakt. Loper E6. En hier had hij loper C2 kunnen spelen. Zou mijn voorkeur hebben gehad om hier loper C2 te spelen, om de spanning erin te houden. En dan bijvoorbeeld toren E8, paard C4, loper A7, paard E3. Ja, nu doet zwart erg goed aan om op E3 te pakken en dan D5 te spelen. En dan doet wit er goed aan om hier paard D2 te spelen. Ik denk dat wit hier een plusje heeft. Gevolgd door dame naar F3. Hij heeft iets. Maar goed, misschien word je niet super enthousiast van de witte stand. Maar het gaat hier echt om hele kleine middelen. Donchenko speelt hier paard C4. Wil eventueel die loper wel op B6 ruilen. Dat staat zwart niet toe. En dan biedt hij hier loper ruilen aan. Na loper E3, paard E3 heeft dit een klein plusje. Maar Zwane doet het heel goed. Die speelt hier B5. Wit heeft een tempo gewonnen door paard C4 en de loper op B6 te verjagen. Nu wint zwart een tempo, maar wit zegt op zijn beurt: maar dat is wel verzwakkend, dat B5 van jou. Paard gaat weer helemaal terug. Nu wordt er geruild. Hij kan niet met zijn paard pakken, dus toren. En ik denk dat zwart hier beter, in plaats van A4. Maar goed, dat is met de kennis van nu. Hier op B3 had kunnen pakken. Dame B3. En dan hier B4 had kunnen spelen. Ik denk dat hij dan heel dicht tegen gelijkspel zit. Dus openingstechnisch, nou, zal je niet meteen je hele repertoire hoeven om te gooien als je de partijtjes ziet. Maar het ging me eigenlijk hier niet zozeer om. Wat ik interessant vind is, de zwartspeler speelt hier een volstrekt logische zet, dwingt hier wit te slaan. En dan krijgen we deze pionstructuur. En hierover heb ik zelf geroepen dat dit vaak zwart kansen biedt met paard H5 naar F4. En aanvalskans eventueel dame E8 naar G6 en dergelijke. Maar het komt er helemaal niet van. Want wit is meteen aan de beurt en mag hier D4 spelen. En vanaf dit moment is de partij zeer interessant. We zijn dus in het middenspel beland. De Italiaanse structuren zien we nog, de resten althans daarvan. En ja, zwart moet nu continu gaan oppassen dat er geslagen wordt en dat die geïsoleerde dubbelpion op E5 en E6 overhoudt. Dat is voorlopig even het thema. Oké, okay. Dat verhindert hij. Hij speelt dame E2, Donchenko misschien. Had hij het ook ietsje nauwkeuriger kunnen spelen door direct het paard, de manoeuvre die we straks gaan zien, prachtige manoeuvre. En daar was dame E2 nog niet eens nodig. Ik denk dat dit ietsje nauwkeuriger was. Goed. Laten we niet al te streng zijn. Toren B8 wil natuurlijk iets met B4 op die damevleugel gaan doen. Toren naar D1. Drukt over die D-lijn, haalt die dame uit die D-lijn en paard naar F1. En dat paard heb ik je net verklapt, gaat naar G4, gaat druk uitoefenen op E5. En daar zit dus iets, want als zwart op D4 moet pakken, dan wordt hij daar niet blij van. Hij wil dat eigenlijk niet. Goed, dame G6, paard naar H2, koning H8. Oké, okay, daar zal een goede reden voor zijn om allerlei schaakjes blijkbaar eruit te halen. Ik zie ze nog niet, maar goed, deze profilaxe kunnen we toestaan. Paard aan G4, dame H5. En ja, mooi setje. Nu, paard E1. Dit was ook een goede set. B3. Om hier te breken en als zwart dan slaat, om nu gewoon toren A1 te gaan spelen. En je ziet, wit heeft ideeën. Zwart zou een keertje met B4 moeten komen, maar dat laat zich nog niet zo makkelijk realiseren. Zwit heeft hier ja, goed spel. Donchenko speelt hier paard E1 en door
Die koning op h8 dreigt er hier nu paard e5. Kijk er maar even naar. Als zwart dan slaat op e2, dan schrijf je eerst subtiel schaak op g6. Koning h7 om het paard aan te vallen, paard keer v8, schaak en daarna sla je op e2. Goed. Nou, dat wordt nog wel opgemerkt door iemand met 2600 en nog wat. En nu wordt er geruild op e5. En met twee zetten, slaan op e5 of slaan op g4. Laten we eerst eens even kijken naar het alternatief. Slaan op e5. Nou, zwart wil geen geïsoleerde dubbelpion, dus slaat met zijn dame. Nu komt het paard van e1 prachtig in het spel. Dame gaat weer terug, zullen we dame ruilen? Dat is goed, zegt wit, maar sla jij maar. En hier worden de zwarte pionnen eigenlijk een beetje verkreukeld. En houdt hij geen goede structuur over. Het pionblokje is ontzenuwd. En met een zeer gemankeerde pionstructuur en ook die pion op b5 is een zorgenkindje. Hele slechte stand voor zwart. Nou, slaan op e5, slaat zwart op g4. Wit slaat terug, hij slaat op e5 en opnieuw paard naar d3. En ook hier staat zwart niet goed. Zwart is ineens in de problemen geraakt en koning h8 zal daar ook... toe hebben bijgedragen een nikszeggende zet die ineens allerlei tactieken in de stand bracht. Dame f6. En there he is. e5. Hij slaat maar. En ja, dan krijg je dit. Dit is niet fijn. Pionnetje op e6. Broeder, een zwakke broeder. Pion op b5 moet je op gaan letten. Het is een hele vervelende stand. De computer zal het misschien remis kunnen maken. Maar wij mensen vinden dit heel lastig. Zelfs met de rating van 2638. Goed, toren BD8 zou je kunnen zeggen. Dit is wat de computer zou doen, die gaat meteen actief spelen. En dan het zou. Dat is allemaal mooi. En we weten allemaal dat we torenspelen actief moeten spelen. Niet te passief, niet die pion nog ontdekken. Speel het actief. Dit is wat de computer zou doen. En wat zien we zwanen doen? Ja, ik zou het denk ik ook gedaan. Ik denk, ja, ik moet wel mijn pion in gaan lopen dekken. Ik ga je niet meteen... En dan kijk je thuis naar en denk je, oh natuurlijk, ik had actief moeten spelen. Goed, nou ja, dit ziet er logisch uit. Hè? Het lateraal dekken, het verticaal dekken. Maar kijk eens even mee, de druk wordt heel relaxed opgevoerd. Dame F4, weg jij en weer terug. En een mooi zetje. Haalt B4 er helemaal uit. En zwart kan gaan keepen. En ja, dit is het begin van het einde. De zwarte koning wordt nu ook nog een probleem. De eigen dubbelpion wordt opgelost. En ja, die gaat maar alvast even van die H-lijn af met allerlei schaakjes. Toren naar D4, op weg naar G4. Nou, dan niet. En ja, hier een pion. Goed, nou ja, we hebben positioneel voordeel omgezet in materieel voordeel. A4 is ook nog heel zwak. Die pionnen zijn allemaal zwak van zwart. Nou, behalve G7 dan niet zo flauw. Goed, toren F6. Gaat weer terug naar h5. Dame c6. Toren naar h4, dat was het idee. Daar staat hij heel stevig. En combineert twee dingen. De aanval op a4 en dame h5 erin. En die zwarte koning is ook nog een keer een probleem. En dat maakt het ja, onspeelbaar voor zwart, deze stand. d5. Dame c2, daar is hij al. h7. En a4. Oké. Okay. Doet dat terug op F2, maar goed, dat staat nog gedekt. En dat is opnieuw een pion. Nu staat wit er 2 voor. Zwart had hij met een gerust hart kunnen opgeven, maar goed. Waarom? Je kan nog even spelen. Goed, valt E5 niet echt aan, maar brengt wel dame H5 erin. Dekt. Veld H5. Toren H8. E4. En dat was het idee van toren H8. Om torens te ruilen. Geen interesse, zegt zwart. Dat is prima. Haal toren G3 er even uit. Je ziet, wit is waakzaam. Koning G6. En, heel mooi. Dame keer E4. En hier gaf zwart op naar koning H5. Sla je op F3 met schaak. En dan heb je een dame in het spel met een heleboel pionnen meer. Het is mooi geweest. Schitterend partijtje van Donchenko. Die laat zien hoe je een bepaalde pionstructuur kunt ontmantelen. Niet zozeer theoretisch interessant als wel een fantastisch mooi middenspel om nog eens in alle rust te bekijken.